Ik ben Hanna, ik ben 20 jaar. Ik heb een gastric bypass laten doen omdat ik zwaarlijvig was. Daardoor heb ik ook complicaties opgelopen, waardoor ik tijdelijk verlamd ben geweest, of nog een beetje ben. En daardoor ga ik nog altijd naar de revalidatie. Dit is de meest extreme foto, waar je echt wel het verschil op ziet. Dus dat is wel waarop mijn dikste punt, denk ik. Ja. En hoe lang is dat geleden? 2 jaar, denk ik. Zelf had ik er niet veel problemen mee, langs de kant. Dat is raar om te zeggen. Mm-hmm. Maar langs de andere kant had ik meer het probleem met de mensen die over mij zaten te praten. Ja. Ja, ze eet ongezond en ze eet elke dag dat. En ze sport niet en dat. En terwijl ik wel mijn best deed om gezond te zijn, maar het lukte gewoon niet. Mm-hmm. En dat snapten de mensen echt niet. En werd je daar dan ook door gepest? Ja. Ik probeerde me altijd zo achter iemand te zetten, ook op foto's of klasfoto's. Ik probeerde echt altijd... Echt verstoppen? Ja. Dat ik zo bijvoorbeeld in de refter liep en dat er opeens iemand achter mij riep, hé, hey, dikke. En ik dacht, allee, moet dat nu? Ja. Hier, stik dat er ook nog bij. Hier. Ah, daar. Als je dan maar niet zoveel kussens hebben liggen. En deze broek zat dus strak? Ja. Ik heb er wel geen foto mee, anders had ik je kunnen tonen, maar ik denk niet dat je daar ergens een foto mee hebt. Is het ongeveer zo? Ja. Ja, dat was het echt. Dat had ik. Ik had eigenlijk, hoe moet ik dat zeggen, alles hing. Ja? Dat was echt ja. Dus je moest echt letterlijk je buik in je broek steken? Ja. Ja, 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 ja. Mijn broek kwam altijd minimum tot hier. Omdat je dan je vuil strakker trekt, zo zegt hè. Ja. Dat het dan minder opvalt, dat het allemaal kwabbels zijn. Van mijn derde naar mijn vierde ging, middelbaar, had ik een zomervakantie. Had ik het echt heel moeilijk en had ik een bericht gekregen van een vriendin van mij. En die stuurde, ik weet niet meer juist wat ze stuurde, maar ik weet dat het echt iets was dat we ruzie hadden. En ze stuurde iets heel gemeen, maar haar was ik zo echt kwijt, bij wijze van. En ik had zoiets van, ik heb niemand niet meer, voert, ik ben weg, ik wil hier weg. Terwijl ben ik daar op de brug, naar de brug gegaan en ik stond daar echt en ik dacht echt van, wilt je deze nog verder zetten? Wilt je nog altijd die moeite doen om perfect te zijn? Wilt je nog de moeite doen om continu erbij te horen? Want ik was gewoon op, ik was dood op, ik wou niet meer. En dan zag mijn mama mij staan op de brug, want ja, dat is van hier, zie je zo ongeveer de brug wel. En dan is ze beginnen roepen van, wat doe jij daar? Wat doe jij daar? En mij beginnen bellen. En ik zei van, ik wil het niet meer. Ik wil deze allemaal niet meer. Je hebt dat tegen je mama gezegd? Ja, en dan ja, begon ze ook te wenen, want ja, mijn onkel heeft ook zelfmoord gepleegd ooit. Dus ja, dat is makkelijker, zo gezegd. Allee, makkelijker. Dan denkt ze zoiets van, ja, ik wil dat ook, want ja, dan ben ik er vanaf. Hé, hey, maar je hebt het niet gedaan, hè? Nee, en daar ben ik blij om. En dan zat ik aan tafel en ik pakte mijn laptop en ik zei, kijk, dat is er. En dan zagen ze dat er mensen naar mij stuurden van, ja, hé, we moeten van u niet meer weten. En dan zeiden ze van, nu is het gedaan, nu zijn we het kotsbeu. Je gaat je Facebook verwijderen, je maakt je een nieuwe naam met mensen dat je alleen vertrouwt. Wanneer heb je gemerkt dat je iets aan je gewicht wou doen? Ik zat daar eigenlijk al even mee, dus ik probeerde wel te sporten en zo. Je hebt het eerst op andere manieren geprobeerd. Ja, ik heb wel gesport. Ik ga nu niet zeggen dat ik extreem was, maar ik heb wel geprobeerd om zo een keer naar de fitness te gaan. En ik heb dat wel een paar weken volgehouden, maar als je dan op die weegschaal komt na een maand en je ziet dat er maar amper een kilo af is of zo, dan denk je echt in je van, waarom heb ik zoveel moeite gedaan, zoveel keer naar de fitness gegaan, zoveel keer gegeten. Allee, iets eten terwijl je nog meer wilt eten, want je hebt honger, maar toch er tegen zitten vechten. En... Ja. Hoe zit je dan op het idee komen om een maagverkleining te doen? Had je er al van gehoord? Ja, want mijn Peter was ook nogal mollig. Uh-huh. En mijn Peter heeft dat ook laten doen. Uh-huh. En die kwam echt, die was eigenlijk wel ook extreem dik. En die is nu echt gewoon... Gewoon. Ja. Ja. Maar ik heb wel gezegd, ik ga niet die gastric bypass doen om het mij makkelijk te maken. Ik heb de initiatief ook genomen van, als ik dat doe, wil ik gaan sporten en wil ik effectief wel gezonder leven. Ja. Want het is niet van, ik laat een gastric bypass doen en daarna pak ik weer een pak friet. Ja. Allee. Nee, dat wou ik niet. Wat zou je de kijkers of jongeren die hetzelfde meemaken willen zeggen? Gewoon altijd zelf blijven vechten en niet rekenen op anderen. Je kunt wel een beetje rekenen, maar niet... Vooral zelf vechten, vooral zelf de moed tonen dat je het kunt. En vooral gewoon voor jezelf opkomen en je niet laten doen. Ja. Wat er ook gebeurt. Sowieso. Je hebt alles.
zelf gedaan. Ja. Je mocht echt trots zijn op jezelf. Dank u. Ja, bedankt dat je verhaal wou doen. Hè. Dat is heel graag gedaan. Ja, ik wil er heel veel mensen mee helpen, echt waar.